Ik heb zin in biefstukjes. Krijg een nieuwe. Goedemorgen, het is donderdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden en veel liefs. Hoi, zoals je ziet zit ik in de auto, want ik ga naar kantoor. Ik ga eerst, ik heb zo'n hekel aan tanken mensen, maar ik moet eerst tanken. En dan ga ik even naar kantoor, even kijken hoe het met alle pakketten staat. En vanmiddag met Sofie naar zwemles. En het wordt eindelijk een beetje mooi weer, de zon schijnt. Dus ik hoop dat ik vandaag nog even een lekker jurkje aan kan doen. Vanavond lekker sporten. Nou, en een hele fijne dag van maken. Ik zie Joyce. Yay. Nou, ik heb zelf even gedropt in het zwembad. En meestal neem ik dan mijn laptop mee en dan ga ik even lekker aan het werk. Maar ze heeft nu maar een half uurtje zwemles. En ik heb mijn laptop niet meegenomen. Ik dacht, joh, zon schijnt. Ik ga even lekker wandelen. Ik hoop heel erg dat ze voor de zomer nog haar diploma heeft. Want we gaan een van de plekken waar we naartoe gaan van de zomer is naar Italië. En die plek hebben we echt uitgekozen met een mega zwembad, mega veel glijbanen. Dus ik zeg ook steeds tegen haar van hoe leuk. Leuk is het dan om zonder bandjes te hoeven zwemmen en zo. En dat geeft natuurlijk ook als ouder zijnde een fijner gevoel als ze de diploma heeft. Dus we hopen het heel erg. Lekker simulatie. Was het zwemmen leuk, meisje? En ik heb net een les meegedaan met een andere les. Ah, leuk hè? Goedemiddag, ik ga de kinderen halen van school en dan gaan we shoppen, zoals we dat zelf dat noemden. Maar even wat kleertjes voor haar uitzoeken. Ik dacht, ik had vorige week kleren gekocht, dat was allemaal weer niet goed. Ik dacht, je gaat maar mee, dan zoek je het zelf maar uit. Dus we gaan even leuke kleertjes kopen en de zon schijnt en ik heb een nieuw rokje aan van Bellevaar. Ik kreeg een nieuwe levering binnen. Ik heb nu twee kleuren, groen en oranje. Die zijn nog niet online, dat moet allemaal nog. Moeten eerst studiofoto's gemaakt worden. Maar als ze goed lopen, dan ga ik meer kleuren inkopen. Dus altijd even uitproberen. Maar yes, let's go! Zo, nou. Hebben jullie alle brood opgegeten? Even kijken. Oh, en de korsten. Moest van de juf zeker. Oh, wat goed. En jij ook. Wat hebben jullie honger? Nee. Ja, we hadden wel trek, want ik moest groep achter. Oké, je staat een beetje in de weg. Weer verwelkomen. Verwelkomen. We zouden om 12 uur komen, maar we zijn om 10 uur 12 en ze waren er pas om 12:30. Ja, waarom waren ze zo laat, weet je dat? Fietsje, ze waren gevallen. Oh, maar waarom was je bijna op de fiets? Ja. Ach, weet je. Met drie kinderen hoor. We hebben voor zelf even wat nieuwe dingetjes gekocht. Deze is een shirtje. Die staat denk ik heel leuk op zo'n kort spijkershortje. En ze heeft alles zelf uitgekozen. En deze. Ook wel heel leuk. En van hetzelfde merk ook een broekpakje, maar die heeft ze al aan. En bij de Hema, ik vind dit... Ik heb er zo zwak voor, hè, voor die mouwtjes. Dus we hebben een roze en een witte. En dit zijn ook gewoon lekkere shirtjes, lekker lang. Ik kan ze ook op een broekje of een rokje aan. Ja, perfect. Zo, goedemorgen. Het is zaterdag. We hebben vandaag een lekker drukke dag. Ik ga nu naar Ermelo, want ik ga shooten met lieve Ilse. Daar werk ik vaker mee. Daar heb ik eerder shoots mee gehad voor Bellevaar. En hallo lief kleintje. Ja,
Sorry, ik zet het even hieronder. Fotografie en... ja, het is altijd een feestje om met haar te werken hoor. Echt waar. Dus ik ga nu naar haar toe. En dan vanavond gaan we uit eten om te vieren dat mijn papa verlopen... Ja, ik blijf het in mijn hoofd houden hoor. Kankervrij is, ja. Altijd als, hè, zeker de agressieve variant, dan blijft in je hoofd van... Oh. Maar goed, we zijn nu heel dankbaar dat het nu goed gaat. Na de operatie en dergelijke operaties... We hebben wel een hele slechte nacht gehad. Ik vermoed dat Sophia vannacht een aanval heeft gehad van pseudokroep. Want ik herken het heel erg van Senna. Ze had koorts, alles. Maar ze stond om 6:30 of 6:30 alweer lekker naast mijn bed. Dus ik ben al heel lang wakker. Ik denk ook, jemig, lekker voor de fotoshoot. Lekker uitgerust. Maar goed, let's go. Fijne dag. Yay! It's a wrap. Oh, ik voel over... We zijn dus in het bos geweest. Of op de hei en zo. En ik voel dus overal takjes en dingetjes en zo. En ja. Maar goed, het is gelukt. En volgens mij is het ook echt heel erg mooi geworden. Het was in ieder geval echt mega gezellig. Ik ga nu naar huis. Oh, ik voel me wel helemaal blij. Ik denk, oh, hoe leuk is het. Gewoon om dit soort dingen voor je eigen bedrijf te kunnen doen. Yay. Gisteren zijn we uit eten geweest met de familie. Het was echt ja, heel fijn. Echt lekker eten. Nou, fijn om samen te zijn en zo. Dus het was echt ja, leuk. Het was wel een drukke dag gisteren. Ik had natuurlijk ook de fotoshoot. Daarna het eten. En daarna ging ik nog met de vriendinnen wat drinken. Maar dat was allemaal helemaal leuk. En vanmorgen heb ik echt tot 11 uur of zo geslapen. Het regent vandaag. Dus we kunnen helaas niet echt... echt iets gaan doen. Dat vind ik wel jammer. Finn heeft net heel lang met Senna gelopen. Ze is even naar het bos geweest. Hebben ze even gewandeld. Nou, ik moest hem even onderbreken, want de kaart was vol. Ja, wat we vandaag verder gaan doen, ik heb echt geen idee. Zullen we... Zullen we iets lekkers koken of zo, Finn? Zullen we iets lekkers koken? Toch altijd? Ja, maar ik heb zin in biefstuk of zo. Finn eet geen dieren. Jawel, dat is niet goed geval. Nee, oké. Ik heb wel zin in een biefstuk. Ja, we gaan wel zien vandaag. Cinnamon rolls. Ja, niet cinnamon. Ja, we hebben nog heel veel, we gaan er heel veel maken, maar je moet ze uit elkaar leggen. Anders dan gaan ze helemaal op elkaar. Kijk, ze gaan ook uit elkaar. Waar zet papa de neer? Cinnamop. Op de cinnamop. Nou. Mag ik smeren? Ja. Pinksterdag, wat een rot weer de hele dag. Ik zou met een vriendin gaan wandelen vanavond. En we zeiden net, weet je, we gaan het gewoon doen. Anders zitten we de hele dag maar binnen. En daar worden we ook even niet, helemaal niet lekker van. Dus ik ga lekker wandelen zo. Verder hebben we vandaag niet zoveel gedaan. Senna die ging last minute nog logeren. Dus dat was echt heel fijn en leuk voor hem. En ja, we hebben echt een beetje in huis rondgehangen. Morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag.
Dag naar Pinksteren. Kindjes die hebben een studiedag vandaag. En ik ben zo moe gewoon. Ik weet niet, ja, ik was heel vroeg wakker. Om 5:30. Toen kon ik ook niet meer slapen. En ja, nou, de kindjes die zijn boven even op de tv. Ik ga voetballen met Senna. Meestal komt de vlog trouwens op dinsdag online, maar nu even niet. Want ik heb niet echt tijd om te editen vandaag. Vanmiddag gaan de kindjes wel naar mijn schoonouders, maar dan moet ik andere dingen doen. Dus dan ga ik morgen wel even lekker editen. Komt hij gewoon een dagje later. En daar is Senna. Wij gaan lekker voetballen. Goed zo. Zo, ik ben even lekker aan het koken. Senna gaat zo meteen naar voetbal en eindelijk schijnt de zon weer. Oh, ik miste de zon zo erg. En vandaag zou het de hele dag regenen, maar de zon is er gewoon. Yes. Ik weet niet of ik het al zei. Senna gaat naar voetbal zo. Dan ga ik vanavond lekker wandelen. En daar heb ik heel veel zin in omdat het gewoon weer mooi weer is. Want zondag regent het alleen maar, ben ik niet gaan wandelen. En gisteren met een vriendin, maar toen regende het ook. Dus nu kan ik lekker een beetje met een klein zonnetje hopelijk wandelen. Heb ik heel veel zin in. En dan morgen de vlog editen. En dan komt die morgen voor jullie online. Yes! Fijne avond! Oh ja, het fietsje van Zo staat hier nog steeds in de keuken. Want hij moet terug. Kijk, we zagen een beschadiging. En het is echt niet leuk als je een fiets hebt, een nieuwe fiets, en je moet steeds zeggen tegen je kind, je mag er niet op fietsen, want hij moet terug. En het duurt allemaal best wel lang, want zij moeten eerst een doos sturen en weet ik veel wat allemaal. Maar ik hoop dat we dan snel weer een nieuw fietsje hebben. Hij is wel mooi, hè? Hey, goedemiddag. Het is woensdagmiddag en Zo op de fietsje staat er nog steeds. Ik heb het gisteren ook al volgens mij een beetje verteld. Maar ik ben best wel een beetje not amused hoe lang het duurt bij Fedoretti dat ze gewoon hun fouten gaan goedmaken. Want ja, ik zit natuurlijk, ja, we gaan hem ook niet buiten neerzetten. Ja, de schuur kan, maar hij moet verzonden worden. Dus ja, ze zouden een doos sturen en dan konden we hem retourneren. Maar ja, die doos is er nog steeds niet. En nu vraagt zoveel ook elke dag, man, waarom mag ik niet fietsen op een nieuwe fiets? Ik vind het echt... Weet je, een foutje kan, maar los het dan wel even een beetje snel op en zo. Dat is, ja, ik vind het gewoon steun. Weet je, ik bedoel, in mijn webshop maak ik ook wel eens mee hoor, dat er iets gebeurt. Maar wij lossen, nou moet ik geen dingen zeggen die niet waar zijn. Maar in principe, wij zijn afhankelijk van de post, hè. Want, dus daar kan ik niet altijd wat aan doen. Maar wij lossen alles zo snel mogelijk op. Maar goed, ik ga even mijn schoenen aan doen, ga kinderen halen. Of deze vlog online komt vandaag, dat weet ik nog niet. Want ik ging sporten vanmorgen en daarna werd ik kotsmisselijk. Echt niet te doen. Dus ik moest echt even bijkomen. Nu gaat het eigenlijk best wel goed. Maar goed, ik heb 2 kinderen te spelen vanmiddag. En dan is het ook weer zo wat als ik de hele tijd achter mijn laptop zit. Dus ja, we gaan het even bekijken. Anders morgen. Ja. Nou, voor de verandering is er even lekker aan het regenen. Ik dacht, ik ga mezelf even niet lastig maken. Ik ga de vlog wel vast afsluiten. Ongeacht wanneer die online komt, dan heb ik mijn slotstukje alvast. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Misschien dat je het leuk vindt om een reactie achter te laten. Heel veel liefs en tot volgende week.